Jongens, op dames en heren, welkom bij een nieuwe F1 22 video. En in F1 22 zitten niet alleen supercars, zitten niet alleen de nieuwe F1 auto's natuurlijk, maar er zitten ook gewoon de F2 auto's, de F2 auto's van het afgelopen seizoen. En we gaan kijken hoe die zich gedragen op het circuit. En dat doen we niet zomaar op een circuit, dat doen we op het mooiste circuit alle tijden. Je weet het, Spa-Francorchamps, mijn favoriet. En dat doen we dit keer met Nederlands trots, MP Motorsport. En uiteraard racen we dan met Richard Verschoor. Daar zijn we dan op het prachtige Spa-Francorchamps. En met pijn in mijn hart moet ik zeggen, ik ben hier nog maar één keer eerder geweest in mijn leven. En dat was in 2019 geloof ik. Dat was een F1 seizoen met een spannende battle tussen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Ferrari leek toch wel echt ijzersterk dat seizoen. Tot dat ene moment natuurlijk. Hockenheim was dat geloof ik, ja, Duitsland. Waarin Vettel in de muur zet op onverklaarbare reden. En toch wel het kantelpunt van het seizoen op dat moment. Ik was dat seizoen hier in Spa. En ik heb er echt werkelijk van genoten. Het mooiste circuit aller tijden. En ik wilde snel weer een keertje naartoe. Maar het is zo ontzettend duur. De kaarten die nog beschikbaar zijn. Of het is al gewoon direct uitverkocht. Dus mocht iemand me nog kunnen ophoeken met een kaartje voor Spa van de show. Let me know, please. Zandvoort mag trouwens ook. Ik heb totaal gemist vanaf welke plek we gaan beginnen. Oh nee! We doen. Het wordt een strijd vanuit achteraan. Verschoor op de 19e plaats dus. Een NL-race. Davide Valsecchi joins me today. Davide, Spa is a favorite for fans and drivers alike. En hier zien we de safety car. Erg mooie safety car dit seizoen. En Joe, dit seizoen natuurlijk in de Formule 1, rijdt voor Alfa Romeo. En hier zitten wij, jongens. Hier zitten wij, dit zijn wij. En dit zijn wij niet. Laten we naar het circuit gaan. We starten dit keer vanaf de 13e plaats. We moesten de Grand Prix opnieuw opstarten. We hadden wat issues, maar die zijn verholpen. En laten we heel eerlijk zijn. Dit is ook een veel lekkerdere uitgangspositie. Om ons in ieder geval nog enigszins een beetje naar voren te kunnen rijden. Hier nog enigszins een stukje krijgen, maar leek niet veel uit te halen. We hadden niet een hele goede exit vanuit Overhoes. We worden rechts ingehaald. Oh, klein moment van de overstuur. Maar die ene plaats pakken we in ieder geval terug. Ik merk toch wel dat je echt een stukken minder downforce hebt dan op zich van de Formule 1 auto. But we're trying to manage. We moeten nu wel echt de aansluiting gaan vinden. Niet te vroeg op het gas gaan. Blijft toch wel een dingetje voor me. Je moet er uiteraard wel gezegd worden, ik rijd niet met een custom setup. Dus het kan zijn dat de afstelling van de auto niet helemaal geschikt is voor Spa. Maar we moeten er zelf. Oh! Een grote botsing van achter. Dat was gek. We hadden de rest natuurlijk ook wel een beetje op, maar het lijken de aansluiting gevonden te hebben. Meestal richting Overhoes valt er wel wat snelheid te behalen, maar moeten ze ook zien te ontwijken.
niet zo stabiel als wat ik had gewild. Dat het gewoon toch weer flink wat tijd kost op dit rechtstuk. Het is inmiddels een optocht geworden. Kijken of we hier weer wat kunnen klaarmaken. Nee, dat moet echt van te ver komen. En in dit gedeelte is de AI gewoon sneller. Ik moet helaas met pijn in mijn hart jullie vertellen dat VR nog steeds niet werkt voor mij. Ik heb andere mensen al ermee zien spelen, maar bij mij werkt het niet. Hopelijk dat dat bij de final release uiteraard wel gefixt is. Want het is voor mij de killer feature van dit jaar. Als er iets is waar ik het meest naar uitkijk, is om in virtual reality in de Formule 1 auto te zitten natuurlijk. Een beetje glijden op de curbs. Nou, we hebben een DRS. Gaat het ons nu dan lukken? Ik ben er bang voor, want telkens wanneer we er zo dicht op zitten hier, moet ik hem ontwijken hier. Ah, we hebben dit keer een betere exit. En een DRS, maar dat heeft hij ook. We moesten hem nog wat ruimte laten, maar we hebben hem! Kijken we naar voren, P10. Dat moet toch wel het doel zijn, in ieder geval punten. Het zal lastig gaan worden. Dit was trouwens de tribune waar ik zat. Ik moet trouwens ook wel heel erg wennen aan het feit dat deze auto's ook veel minder strak terugschakelen. Waardoor het soms een beetje zit te hakken. Maar pak een klein beetje slipstream. We hebben DRS, maar voor ons hebben ze dat ook. Het trekt ook wel wat weg hier. Dan moet dit toch wel een moment worden waarop we iets gaan proberen. Kijk, dit is wat we willen. Dus strak achter. DRS. Dan gaan we hem hier pakken. Dan leek hij even helemaal uit te willen breken. We konden hem nog opvangen. Fittipaldi. Voor ons. Met nog anderhalve ronde te gaan. Misschien P9.
een beetje gek geschakeld, maar... Weer binnen een lijntje te kleuren. Maar dit is lekker. Dit is lekker. Dan pakken we hier de binnenkant. Laat het weten. En we hebben hem. We moeten hem hier uiteraard wel verdedigen. En Joe. De Alfa Romeo man. Lijkt toch wel te ver weg, maar never say never. Misschien maak je nog een foutje. We kunnen eindelijk een keertje normaal roezen. En Fittipaldi achter ons heeft natuurlijk wel een DRS. Maar ik heb niet heel veel winst mee te behalen, maar... iets om rekening mee te houden. Lijkt onhaalbaar. Maar we geven niet op. We blijven ervoor gaan. Duidelijk waren we op het begin nog een beetje zoekende. Maar uiteindelijk vanaf de 13e plaats naar 9. Niet slecht. In de paar rondjes die we hebben gekregen natuurlijk. Hier de DRS, maar daarvoor is het helaas te laat. P9 dus. Voor Richard Verschoor. Op Spa-Francorchamps. Ik wilde jullie dit toch heel even laten zien. F1, 22. Ben Fiscaal, kijk aan, Driver of the Day. Ook mooi om te zien natuurlijk. Maar dit wilde ik jullie nog heel even meegeven. Rondje op Spa-Francorchamps. In natuurlijk de auto van MP Motorsport. En Richard Verschoor. Geen podiumplek. Dat was denk ik ook niet echt mogelijk vanaf de plaats waar we begonnen. Maar uiteindelijk wel een hele leuke race gehad. Al vond ik zelf. Het blijft toch apart. Je hebt twee auto's besturen ten opzichte van F1. De feel, hoe je moet remmen, hoe je weer op het gras moet gaan. Het gebrek aan downforce wat je daarbij hebt. Het is toch heel even omdenken. En dat is altijd een mooie afwisseling naar mijn mening. F1 22 dus. Helaas nog geen VR. Zodra ik dat werkend krijg, zul je dat zien. Hier op mijn kanaal. Voor nu bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en vergeet ook geen duimpje omhoog achter te laten. Daarmee help je het kanaal enorm. Bedankt alvast. Tot de volgende keer. Later jongens.